Wijn op bier geeft plezier, bier op wijn is venijn. Maar is dat ook zo, Jo? Voor wat betreft het digestief daaraan, of wat dat teweeg brengt binnen in uw maag, helemaal niet. Het is afhankelijk van uw constitutie. Ja. Maar dat geeft een sociale context. Mm-hmm. Als u even eraan denkt dat het alleen de hogere klasse, de rijken waren die wijn dronken, arme mensen die dronken bier. Het was niet denkbaar dat iemand uit de lagere klasse poogde te scharrelen, een relatie aan te knopen met iemand uit de hogere klasse. Ja. Dat was dan bier op wijn. Vandaar het venijn. Het venijn. Ja. Terwijl iemand van de hogere klasse, een baron, die kon wel met een dienstmeisje scharrelen, zonder dat daar noemenswaardige sociale problemen werden doorgecreëerd. En vandaar wijn op bier. Heeft plezier. Ja, dat is een hele leuk om sociale weten. Context. Ja. Hè. Ja.